Oh, dus neutrals. Ja. Blue eyes. Ik is een massive aan de Carson Fanning. Ik denk dat die in is toch op je setlist. Ah ja, ons speel hem definitief bij van zijn vrienden. Maar nu, ik was in staan met C's die nu God uitgekomen. Hij komt van diezelfde, of twee van die ouders komen van Belleville af. Dus dat was zo of, damn, is een band van Belleville wat cool is. En hij heeft die grootste band in die land geraakt, baie vinnig. Ik heb een klomp shows van hulle gaan kijken, als Lighty. Ik ben nu nog een fan. En Arno is, hij is crazy, mal, ongelooflijke dude. The Smashing Pumpkins. Ik heb eindelijk actually een Billy Corgan interview met Joe Rogan geluisterd en het was voor mij nogal insightful over hoe hij denkt over muziek deesdae. Je weet, want hulle was obviously die grootste band in die wereld geweest en je weet, je kan net van daar af afgaan en hoe hij muziek nou benader en hoe kom hij dat doen. En het is nogal een cool ding om naar te luisteren. Een kunstenaar soos hy, wat het nou doen, net omdat hij het wil doen. En je weet, dit is al eigenlijk de oorspronkelijke reden hoe mensen het begin doen. Het, ja, ja. En dit is cool. Ik ben een groot fan van. Mijn favorite song is Zero. Ik denk dat het op die album. Ons het in die video gaan schieten in Mozambique. Dat is awesome. Ons het op een klein private eiland gebleven. Net. Ik denk al die dudes wat al involved was op die album. Laudu Perro, Johnny, Hunter, Pierre en al die dudes het afgenomen. Dat was super cool. Zoals ik al, ik weet niet of ik het net op mag zitten, terwijl het afgenomen of voor het afgenomen is. Maar ik ben obviously een groot Jewels fan. Pierre is mijn bloedfamilie. Hunter, je weet, schrijf ik nog songs met zo'n. Je weet, van 19, van die jaar 2000 af. Dus so, je weet, ik is een groot fan, groot vriend. Liefde, all around. En het is Trompie zijn cool song. Trompie in de boksenbende. Trompie in de boksenbende. Ja, dat was alweer tien dat de Lighty was. Dan ging mijn ouderdom weg. Ik had eigenlijk Trompie, ik denk dat was Trompie boeken ook. Ja. Ik heb thuis ook gehad toen ik een kind was. Ja, ik onthou dit. Ik kan niet onthou hoe cool het was. Okay. Is for Fathers. Hero. Hier, hè? Yep. Ja. Ik is een massive Foo Fighters fan. Ik heb het al live gezien bij Reading in Engeland. Dat was insane. 90.000 mensen. Je hebt van die stage af gelopen terug met zo'n sardines naar je tent toe. So. Maar die show was incredible. 3 uur gespeeld. Ik heb die voorrecht gehad om samen met Blackjacks de song te spelen. Die hebben geuitnet voor Foo Fighters en yeah. Toen hebben ontmoet. En super nice geweest. En ons vinnig interaction. Yeah. Je Dave Grohl is een van mijn helden. Hij heeft drommen ook gespeeld op mijn ginsteling album van alle tijden, Queens of the Stone Age. Songs van Dave. En ja, massive fan, love Nirvana ook. Jullie song ken ik obviously ook wel goed, is Jack Parrot, hoe wil ik het? Hij heeft het gezegd. En dan ga je Jack Parrot song voorbij en nu zijn eigen naam in zin. Maar, hij zal eerst, hoe weet je je luister Jack Parrot? Hij zei het. Maar voor hij die song groot geraak het, het hij vraagstuk gedoen zonder jubels dat op die album van Zonder Rood zo ook is. En toen ik die ding hoor, heb ik geweet, ja hij gaan huge ster wees. Die ding was net insane. Dat was zo cool aan rap en my net soos die rechte buttons gedrukt, ja. En voor dit ken ik hem al lang. Ik heb hem al zien rap in Duitse skole en in bars met 10 mensen. En hij altijd gedink, daar is something, maar toe ek vraagstuk word, weet dat his life is not going to be the same. And his life was never the same. Ja.
Ja, ik ken die niet baar. Dus volgens Miska is Parkiebank. Dat is van het nieuwe album. Het is de eerste keer dat ik een rap in de song. Ja, ik hou baar van die song. Ik heb Antre het geschreven toen hij gerookt op een Parkiebank zit. It's a little tidbit about it. Well, this I King. I like looking at the sky as the wind plays through. Boerse fan van Louder en een vriend. En ik het daar samen met ons naar huis gebleven toen ons Spook of Politiekar op net zo aan de gang was. Je weet hij, ik denk ze maven om of naar je christenzielkinderen te niet te sturen, maar toen besluit hij eigenlijk bijvoorbeeld die skirt in trek. En je weet hij daai tijd al klomp van die songs dat op die eerste album van Eking was gehad, wat in hulle allemaal was great. Is amazing vriend, muzer en kunstenaar. Ik heb lang gevat voor daai nou. Hallo, ik ben Fransje van Kook en dit is Bloemfontein. It's fun in bloom in the town. Bloemfontein.